Mijn hoogste doel is natuurlijk om de EK van WK te spelen, misschien de Olympische Spelen. En dan zelfs met je team zo hoog mogelijk kunnen komen, hoogste team, bereikbaar. In het handbal is het mijn hoogste doel om met het Nederlands team een eindtoernooi te halen. Een EK of een WK te kunnen spelen. En daarnaast in clubverband ooit een keer Champions League spelen, zou echt te gek zijn. Ja, tussen dames en heren handbal is denk ik wel een groot verschil. Is niet echt te vergelijken. Nou, het verschil is dat de jongens veel fysieker zijn dan de meisjes. En de meisjes die moeten op andere manieren hun sterke punten ontdekken. En dat is vooral, denk ik, in Denemarken vooral het snelle spel. Ja, denk Europees gezien en ja, over de hele wereld gezien is het denk ik, is dameshandbal denk ik nog iets meer in ontwikkeling. Terwijl mannenhandbal echt al op het allerhoogste niveau zeg maar, bedreven wordt in mijn optiek. Ik zit nu in een nieuwe stad. Daar wil ik veel dingen ontdekken, leren kennen, de taal leren kennen en daar je plekje vinden. Dat is nu denk ik het belangrijkste. Ik ben momenteel nog bezig met een studie. Daarnaast vind ik het belangrijk om me in te zetten voor de Limburgse sport in zijn algemeenheid en vooral voor handbal in Limburg iets te kunnen betekenen.